wel superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik wilde heel even kijken de hoeveelste het vandaag is. Het is namelijk maandag 29 januari en het is nu 10:30. Tien over half tien. Ik heb zo een afspraak bij de kapper. Ik ben net ook heel eventjes bezig tanken. Vandaar dat ik ook met de auto naar de kapper ben. Want dat is gewoon bij mij net dorp. Dus normaal ga ik daar eigenlijk gewoon op de fiets naartoe. Want het is echt niet nodig om met de auto daarheen te gaan. Maar omdat ik toch moest tanken, dacht ik van, nou, dan ga ik gewoon gelijk tanken naar de kapper. Dan ga ik naar huis. En dan ga ik door naar mijn poetsadresje. Ik moet nog wel even omkleden voor het poetsadresje. Want ik heb nu gewoon nog mijn normale kleren aan. Maar ik dacht, ja, om met mijn poetskleren nou naar de kapper te gaan, vind ik ook niet helemaal leuk of fijn. Dus ik ga nog eventjes naar huis. En dan ga ik gewoon op de fiets naar mijn poetsadresje. Ik heb vandaag maar een kleine ronde. Dus 1,5 uur. En ik ga vandaag alleen de vloer doen en de plinten. Want ik ben bij dit poetsadresje vorige week donderdag nog geweest. En ze vonden het nog te vroeg om zeg maar een grote ronde te doen. Wat ik helemaal begrijp. Dus ik heb gewoon gezegd van, nou, we kunnen ook wat anders doen. Ik kan ook gewoon volgende week weer komen. Maar ze zeiden van, nee, als je de vloeren doet en de plinten, dan is dat ook helemaal goed. Dus dat ga ik lekker doen. Maar eerst eindelijk naar de kapper. Ik ben helemaal klaar met mijn haren. Ik ga proberen om daar ook wat te filmen. Maar ik weet niet zeker of dat kan. Maar mijn haar is zo lang. Er gaat sowieso echt wel dit stuk vanaf, denk ik. Want ik ben er helemaal klaar mee. Het mag echt wel gewoon wat korter en ook wat meer volume. Dus ik ga ook weer laagjes laten knippen. Want meestal heb ik sowieso de voorste plukken hier ook gewoon echt kort. Als in zo of zo. Maar nu zijn ze dus ook echt lang geworden. Dus ik ga gewoon weer lekker vragen of ze er wat laagjes in wil knippen. En meestal ben ik ook echt letterlijk binnen een half uur weer klaar. Want ze knipt het en that's it. Dus het zal wel. Ik ben dan toch weer zo weg. Heel even mijn kauwgom uitdoen nog. Zo. En dan loop ik maar naar binnen. Ik ben heel blij dat ik vandaag al terecht kom. Want ze had gisteravond geappt van, ik heb morgen een uitvaller om 9:30. Kun je dan? Dus vandaar dat ik het poetsen eigenlijk heb verzet. Naar een paar uurtjes later. Of naar een uurtje later. Normaal ben ik daar eigenlijk om 9:00. Maar nu heb ik dan afgesproken om 10:30. Of ja, ik kies zelf voor die tijden hoor. Want ik mag zelf gewoon kiezen wanneer ik ga poetsen. Ik heb de hele dag de tijd tot 5:00 of zo. Dus ze zei zelf van, plan maar je tijden in. Wat jij het fijnste vindt. Dus voor nu komt het dan even beter uit als ik wat later ga poetsen. Maar ik ga naar de kapper. Ik ben heel excited dat mijn haar eindelijk geknipt gaat worden. Want ik heb het de laatste tijd gewoon zoveel in de staart en in de knot. Omdat ik mijn haar gewoon verschrikkelijk vind nu. Dus ik vind het nu ook helemaal niet nice. Nu het zo los zit. Dus ik heb zin om naar de kapper te gaan. Dus let's go. Ik wens jou trouwens weer heel veel plezier met het kijken naar deze weekvlog. Dus ja, ik ga nu snel naar de kapper. Oh my god mensen. Ik ben terug van de kapper. En er is echt een heel groot stuk af. Ja, jullie weten het wel. Jullie hebben natuurlijk de weekvlog van vorige week en zo ook gezien. Maar mijn haar kwam eerst echt tot hier of zo. Mijn haar was echt heel lang. En nu ziet het er zo anders uit. Ik moet echt altijd even helemaal wennen. Want mijn gezicht ziet er nu zo anders uit. Of ligt dat aan mij? Ik vind het niet lelijk, helemaal niet. Ik had ook gezegd van, dan mag ik echt een groot stuk af. Want ik werd gewoon helemaal gek van mijn haar. Maar het is nu ook wel weer heel kort. Maar dat is gewoon mijn idee, denk ik. Ze heeft het ook nog een beetje gefeund. Gefeunborsteld, een beetje in model. Maar ik wilde jullie dit even laten zien. Maar het ziet er dus wel heel anders uit. Ze heeft ook lekker weer laagjes geknipt. Dus deze plukjes zijn nu ook weer wat korter. Ja, ik ben blij dat ik ook weer naar de kapper ben geweest. Mijn haar is nu in ieder geval weer gewoon gezond. En de puntjes en zo voelen lekker aan. Dus dat was ook mijn doel. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nu heb ik me omgekleed. Kunnen jullie wel weer zien in mijn poetsoutfit. Ik heb ook weer een shirt hieronder aan. Want ik ga poetsen. Ongeveer 1,5 uur denk ik dat ik ermee bezig ben. Dus dat is gewoon een kleine ronde. Dus van 10:30 tot 12:00. En dan ga ik naar huis, ga ik lunchen. En dan heb ik eigenlijk de hele middag gewoon een thuiswerkdagje. Dus ik moet heel veel editen en zo. En content voorbereiden. Dus dat ga ik allemaal doen vanmiddag. Maar ik ga nu eerst even poetsen. Ook wel zin in. Ik ga ook lekker podcastje luisteren. En dan ga ik lekker aan de slag. Nou, de weekvlog staat eindelijk weer helemaal ingepland op YouTube. Of in ieder geval, ik ga hem nu plannen. Het is nu 3:55. En zoals je kan zien, komt hij om 4:00 online. Maar ik ben echt blij dat deze op tijd in ieder geval ook online komt. Want het is meestal toch nog wel even een dingetje. En ik heb ook gelijk even een story gepost daarover. En ja, ik heb het helemaal niet verteld in de vorige weekvlog. Maar ik heb gewoon, of wij hebben, de 13.000 abonnees gehaald. Waar ik echt mega blij mee was. Dus daar had ik op mijn story eventjes, of op mijn Instagram, een story van gemaakt. Maar ik heb net eventjes deze story gemaakt. Je ziet het niet heel goed hoor, maar het is ook niet heel speciaal. Maar ik ben wel blij dat ik nu die video helemaal heb ingepland. Ik ga heel even kijken om een to-do-lijstje wat ik nog meer moet doen. Let ook niet op mijn haar. Ik heb het even op zo'n lelijke knot zitten.
Even kijken, ik heb echt een hele lijst, een waslijst aan allemaal to-do's. Even kijken, oh, ik heb vandaag echt een ziek drukke dag. Weekvlog, kapper, poetsen. Oké, ik moet best nog wel wat, zie ik. Dit bovenste heb ik gedaan en daaronder moet ik allemaal nog. Oh, ik moet nog heel veel doen. Oké, nou, dan ga ik snel door met het volgende. Ik moet ook zorgen dat ik genoeg water drink, want ik drink echt veel te weinig water, merk ik. Ik heb nu deze leeg gedronken en verder 2 of 3 glaasjes water. Dus ik heb echt veel te weinig gedronken. Meestal drink ik echt letterlijk 6 van dit soort dingen op. Dus ik ga deze weer even vullen. Ga ik even nog wat dingen doen op mijn laptop. En ik wil mijn kwast wassen. Mijn nagels moet ik nog doen, want we zijn er weer helemaal af. Mijn gelnagels. Ik weet niet of ik opnieuw gelnagels ga doen, maar ik ga ze in ieder geval even knippen, veilen. Een base coat opdoen en zo, zodat het ook wel wat netter uitziet. Ik wil namelijk heel graag een ander kleurtje kopen bij Pink Gel Lock. Ik ga namelijk donderdag weer naar Eindhoven. Dat is in ieder geval mijn planning. En dan kan ik ook gelijk even een nieuw kleurtje halen. Want ik heb dus alleen maar deze kleur rood. Nog een lichtere kleur rood. Die is meer voor de zomer. En ik heb een nude kleurtje gekregen. Maar die vind ik ook leuk voor de zomer als ik wat bruiner ben. En ik heb een licht roze kleurtje. Maar die vind ik niet zo mooi bij mijn huidskleur. Dus ik wil even een nieuw kleurtje halen. En anders vind ik het zonde als ik nu weer rood opdoe. Want daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik wacht denk ik nog even met gelnagels doen. Scheelt ook weer wat tijd vandaag. Want gelnagels, daar ben je echt wel 1,5 uur mee bezig of zo ongeveer. Dus deze ga ik er dadelijk nog even afhalen en zo. Maar ik wil ook nog sporten, wandelen. Ik heb nog zoveel dingen om te doen. Nou, ik heb eindelijk mijn kwast weer gewassen. Ik merkte namelijk echt dat mijn gezicht zoveel puistjes kreeg. En ik denk echt altijd dat dat ook komt door mijn kwasten. Want meestal als ik ze dan was en dan mijn make-up en zo doe, dan heb ik niks. Dus ik heb ze maar weer eventjes gewassen. Was echt nodig. Ik kreeg deze beauty blenders ook gewoon niet eens meer schoon. Omdat ze zo vies zijn. Deze ook bijvoorbeeld. Die vlekken blijven er gewoon in. Dus ik heb het geprobeerd om gewoon zo schoon mogelijk te krijgen. Maar deze laat ik nu gewoon lekker de hele nacht drogen. En dan is dit morgen vroeg weer droog. Nou, ik heb me weer eens omgekleed in mijn sportoutfit. Ik ga namelijk sporten. Dat is echt weer een hele lange tijd geleden. Volgens mij heb ik het letterlijk alleen de eerste twee weken van januari of zo volgehouden. En nu is het echt weer tijd. Vorige week had ik gewoon een hele drukke week. Dus toen had ik er ook echt geen behoefte aan. Maar ik moet toch proberen om dat gewoon een beetje op te bouwen en een beetje te houden. Dus ik heb me weer omgekleed. Ik heb gewoon heel simpel een shirtje aan met daaronder wel een sport BH van Nike. En gewoon mijn zwarte Nike sport legging met sokken en sportschoenen. En ik ga nu even een workout uitzoeken. Ik weet nog niet of ik een Pilates workout ga doen. Of dat ik gewoon een normale workout ga doen van KP Active. Dus dat ga ik nog heel even uitzoeken. En dan ga ik dus sporten. Denk ongeveer 20 minuutjes wil ik doen een workoutje. En daarna wil ik even gaan wandelen buiten. Het is namelijk steeds langer licht. Ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen. En het wordt natuurlijk ook steeds langer licht. Naarmate we verder de lente en zo ingaan. Dus ik ben helemaal excited daarvoor. Ik vind het zo leuk. December en zo is altijd best wel een donkere maand. Maar vandaag is het ook best wel een goede dag geweest qua licht. Dus het heeft best wel zonnetje. Heeft eigenlijk de hele dag geschenen en zo. Dus dan scheelt het ook wel. Dan is het ook minder snel donker buiten. Dus ik ga een workoutje uitzoeken. En dan kunnen we dadelijk ook lekker buiten nog een rondje wandelen. Oké, ik ga een workout uitzoeken uit mijn workout playlist lijstje, zeg maar. En ik denk dat ik toch ga voor een workout van KP Active. Ik heb nu namelijk niet zo heel veel zin in Pilates. Maar welke ga ik dan doen? Ik denk dan toch een van deze twee. Een 15 minute abs booty legs workout of een 15 minuten burning legs workout at home. Nou, ik ga nu wel gewoon voor deze. Nou jongens, ik zit in de auto. Het is vandaag dinsdag. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoeveelste. Ik denk de 28ste of de 29ste of zo. Misschien trouwens wel de 30ste. Ik weet het niet meer. Maar het is 7:15. Het is echt zo druk op de weg. Ik dacht even dat het vandaag maandag was. Maar het is gewoon dinsdag en het is zo druk. Het is al 7:15. En normaal ben ik er echt al lang. Nou ja, al lang is wel heel overdreven. Maar dan ben ik er wel al. En nu ben ik precies op dezelfde tijd aangereden. En het is zo druk. Ik sta zelfs hier gewoon stil, zowat. Omdat het gewoon zo druk is. En de stoplichten gaan ook steeds op rood. Dus dat is zo vervelend. Ik weet het, ik mag eigenlijk niet filmen met mijn camera. Maar ik moet eigenlijk gelijk naar binnen. Want ik had er eigenlijk nu al willen zijn. Ik ben er wel over 3 minuten. Als deze stoplicht even meewerken, dan ben ik er. Dus ik wil dadelijk gewoon gelijk naar binnen. Dus ik denk, nou dan film ik nu eventjes zo. Ik hoop niet dat er een politie of zo rijdt. Want dan ben ik mijn rijbewijs kwijt. Nee, grapje maar. Ja, dus
Vandaag weer een werkdagje van, ja, eigenlijk is het 8:15, 8:30 ongeveer. Maar ik wil het dus altijd gewoon al eerder zijn. Tot 5. Dus weer een druk dagje. Ik heb vandaag ook wat meetings staan volgens mij. Ik ga dadelijk sowieso even het eerste half uur mijn planningen even kijken. Even mijn agenda en even een to-do-lijstje maken. En prioriteren wat het belangrijkste is. Want ik heb deze week ook maar 2 dagen. Alleen vandaag en morgen. Dus, ik ga lekker werken. Ik denk dat ik jullie wel weer zien na het werken. Maar jongens, het duurt zo lang. Kijk even. Oh. Dus ja, ik ga even wachten en ik hoop dat we snel door kunnen rijden. Nou, ik ben weer thuis aangekomen. Het is 5:30. Ik heb echt weer zo'n erge hoofdpijn. Maar ik denk dus dat het steeds komt door mijn staart of zo. Dat mijn haar dan te strak naar achter zit. Maar het werken ging goed. Ja, wel een lange dag. Maar dat krijg je van 8:15 tot 5. Maar verder gewoon prima. Lekker de dingetjes gedaan die ik moest doen. Ik heb ook nog heel lief een... Hoe noem je dit? Een cadeau gekregen omdat ik daar ben begonnen. Een welkomstcadeautje, ja. Super lief. Dus ik dacht, dat ga ik ook even met jullie uitpakken. Want ik heb het natuurlijk wel een beetje snel gezien. Maar als allereerste heel leuk. Want ik hou van bakken. Dat weet je waarschijnlijk wel als je me al langer volgt. Maar iets van de HEMA. Een soort bakmix of zo. Kijk, een bakmix voor... Ik weet het niet eens. Marshmallow cookies. Hoe leuk ziet dit eruit? Dus dit gaan we binnenkort een keertje maken. Dat gaan jullie ook zien in de vlog. Dan zit er deze, ik denk, shower foam in. Ja, een douche mousse hierin. In de geur Pure Serenity. Ziet er ook heel lekker uit. Maar hij is opengesprongen, dames en heren. Oh, dit gebeurt ook echt alleen maar mij. Oh, dit voelt zo lekker altijd. Ik weet niet waarom ik dat zojuist deed, maar... Oh, dit ruikt heel lekker. Oeh, die ga ik lekker in de douche zetten. Die ruikt echt super lekker. Maar ik ga heel veel mijn handen afdoen. En ook gelijk dit dopje en zo. Want het zit weer helemaal onder. Hij ruikt in ieder geval lekker. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik zo onder aan het filmen ben om 5:30. Maar er is niemand thuis. De vriend van mijn moeder die is pas laat thuis met werken. Die had wat vertraging of zo met zijn werk. Helaas. En mijn moeder die moest mijn broertje opeens ophalen op de kazerne. Want daar kon hij toch niet blijven slapen. En normaal slaapt hij daar wel. Maar dat kon niet meer of zo. Dus mijn moeder die koopt ook altijd de boodschappen voor het avondeten. En zo pas als zij klaar is met werken. En zij was dus om 4:30 klaar. Maar toen moest zij dus gelijk mijn broertje ophalen. Is ze nu thuis? Ik weet niet of ze nu net aankomt gereden. Maar dat ga ik even kijken. Oh nee, we zijn nog in Eindhoven. Dus dat duurt nog wel 20 minuten. Voordat hun thuis zijn. Maar mijn moeder heeft dus ook geen boodschappen voor het avondeten. Dus we hebben letterlijk... Ja, ik ga kijken wat we in huis hebben. Of ik iets lekkers kan maken. Maar er zat ook nog een cava in. Champagne, denk ik. Oh ja, 11,5%. Nou, super leuk. Super lekker. En natuurlijk ook een lief kaartje. Dus ja, dat had helemaal niet gehoeven. Maar ik vind het wel heel lief. En dat waardeer ik ook al heel erg dat ze dat hebben gedaan. Dus dat. En ik ga nu dus kijken of ik iets kan maken qua avondeten. En anders dan... Gaat mijn moeder volgens mij iets afhalen hier. Maar die zijn dus pas over 20 minuten. Ja, dat is eigenlijk ook best wel snel. Misschien kan ik ook wel wachten op hier. En dan ga ik het gewoon nog eens afhalen. Nou, ik heb er toch maar voor gekozen om zelf wat te koken. Want mijn ouders waren toch nog best wel ver weg. Mijn moeder ook met mijn broertje. Dus ik denk, ik kook wel gewoon. Dus ik heb boontjes gemaakt met gewoon aardappeltjes uit de airfryer. En wat zijn het ook alweer? Vissticks. En ik heb dus nog een beetje over. Maar ik heb ook, ja, ik kon het niet laten. Ik heb echt te veel gemaakt eigenlijk. Maar dit zijn zo'n lekkere soort kaasstengels. Echt super lekker van de Albert Heijn. Kan echt niet dat ik dit eet. Maar ik dacht, boeien, ik maak toch die aardappeltjes. Ik gooi deze er wel nog bij de laatste 5 minuten. Dus die ga ik ook lekker eten. En als ik over heb, dan geef ik wel gewoon aan mijn broertje of zo. Maar ik ga dit nu lekker even opeten. Het is nu trouwens ondertussen ook al 6 uur. Het is ondertussen 8:50. Ik ben lekker hier op mijn bed aan het editen voor de boekenvlog. Die moet eigenlijk morgen online komen. Maar ik moet nog zoveel editen. En ik wil ook niet dat ik hem nu heel snel edit en dat ik er dan niet tevreden over ben. Dus ik ga gewoon deze donderdag uploaden. Dan komt er vrijdag nog een video en zondag nog een video. Want donderdag heb ik weer een contentdagje in Eindhoven. Oh, ik heb zoveel zin om weer lekker naar de stad te gaan. Ik heb ook wel dingetjes nodig in de stad. Dus daarvoor ga ik ook. Maar ook weer lekker om video's te filmen. Dus dan film ik de video's eigenlijk voor de rest van de week. Maar ik zie nu hier deze video. En daarin heb ik nog mijn lange haar. En ik heb zoveel spijt dat ik mijn haar zo kort heb gedaan. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik kan echt wel janken nu. Ik moet me niet aanstellen, dat weet ik ook wel. Maar
Dus ik draag het nu. Vandaag heb ik het ook gewoon in de staart gedaan. Want ik had vanochtend los en toen dacht ik, nee, dit vind ik echt lelijk. Dus ik denk dat ik het morgen ook maar weer in de staart ga doen. Ik heb het nu wel gewassen, want dat was wel ook weer nodig. Maar kijk hoe het er hier uitziet. Ja, dit is misschien een raar shot, maar ik vind hier gewoon zo leuk eruit zien. En nu is het zo kort. Ja, ik ga nog heel eventjes door editen. Het is dus ook alweer 9:10. En ik heb ook nog even zin om lekker te lezen. Of in ieder geval, ik zit een beetje in een reading slump. En dat vind ik zo kut. Vind ik echt niet nice. Want ik heb nu 2 boeken waar ik aan ben begonnen. Cruel Prince en Throttled. En Throttled wil ik eigenlijk nog heel graag uitlezen voor het einde van deze maand. Dus dat is nog vandaag en morgen. En ik moet nog 70 bladzijden of zo. Dus in principe lijkt dat heel weinig. Maar ik heb gewoon niet echt de drang om te lezen. En ik ben dus aan Cruel Prince begonnen. Maar dat boek vind ik tot nu toe ook nog een beetje wennen en inkomen. Een beetje veel worldbuilding. Maar dat hoort natuurlijk altijd al bij een fantasy. Maar I don't know. Ik zit een beetje in een reading slump. En dat is heel vervelend. Maar dat komt denk ik ook door al het werken en zo. Want dan heb ik gewoon s'avonds niet echt heel veel zin om iets te doen. En dan wil ik gewoon slapen. Maar ik ga heel even editen. En dan proberen te lezen. En hopelijk kan ik het boek vandaag of morgen uitlezen. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag 31 januari. De laatste dag alweer van de maand januari. Oh my god jongens. Dat is de eerste maand van 2024 alweer voorbij. Het is nu 8:08. Doe een wens. Ik ben weer aangekomen op werk. Kun je denk ik ook wel zien. Ik heb mijn haar weer voor de eerste keer los. Het is lekker kort. Maar ja, ik moet er gewoon even aan wennen. Ja, ik heb me verder klaargemaakt. Ik heb vandaag een dag van 8:15. Ik denk dat ik wel iets eerder mag gaan vandaag. Omdat ik gisteren ook rond 15:15 was ongeveer. En tot 5 heb gewerkt. Dus ik denk dat ik vandaag wel iets eerder mag gaan. Maar vandaag weer gewoon een werkdag. Ik ga dadelijk eventjes mijn mail weer checken. En mijn to-do-list maken. Kijken wat ik allemaal moet doen vandaag. En ik ben ook weer op een andere locatie als gisteren. Ik zit eigenlijk iedere dag op een andere locatie. Dus dat is ook wel weer leuk. Dus ik ga nu snel naar binnen. En dan kan de werkdag weer beginnen. Ik ga vandaag ook een evening routine filmen na werk. Dat lijkt me ook wel leuk. Zodat jullie ook gewoon zien wat ik doe op zo'n avond als ik de hele dag heb gewerkt. Van 9:00 tot 5:00 om het zo maar te zeggen. Dus dat lijkt me ook wel leuk. Maar er komen allemaal auto's aan en die zien mij filmen. Dus ik ga lekker naar binnen. En dan zie ik jullie straks alweer na het werken. Nou, ik ben thuis aangekomen en Sterre en ik gaan nu koken. Want ik had jullie natuurlijk in de auto al verteld dat mijn moeder nu morgens was ophalen. En zij komt denk ik pas om 6:00 of zo thuis. Of misschien wel later. Dus wij gaan even lekker koken. Sterre heeft de boodschappen gedaan. Dus die is al lekker bezig. We hebben hier de pasta. Iets met crème fraîche en pesto gaan we een sausje maken. Gehaktballetjes en broccoli. Dus dit gaan wij nu maken. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag. Het is nu 1 februari. Ja, oh my god. We zitten dus alweer in februari. Ik heb mezelf klaargemaakt voor echt een mega leuke dag. Of in ieder geval, ik heb echt zo erg uitgekeken naar deze dag. Ik ga namelijk weer naar Eindhoven. Mocht je je trouwens afvragen waarom ik zo vaak naar Eindhoven ga. Eindhoven is gewoon echt heel dichtbij voor mij. En er zitten ook niet echt per se andere steden in de buurt. Ja, we hebben bijvoorbeeld wel Sertogenbosch, Den Bosch. Maar dat vind ik eigenlijk, ja, dat is op zich wel een leuke stad. Maar niet per se echt om te shoppen. Ze hebben bijvoorbeeld geen Zara, ze hebben geen Stradivarius, Pull & Bear, Bershka. Primark volgens mij ook niet eens. Dus dat vind ik, dat is een leuke stad om gewoon heen te gaan met vriendinnen om te lunchen of zo. Maar niet per se echt om te shoppen voor kleding of zo. En dat ga ik vandaag wel doen. En ik ga ook weer naar de boekenwinkel natuurlijk. Ook voor een boekenvlog. Maar ook gewoon omdat ik daar weer lekker ga lunchen. En ik weet het niet, ik ga gewoon gezellig even kijken wat ik ga doen. Maar daarvoor heb ik me klaargemaakt. Ik heb nu nog mijn haar los, maar ik vind het nog steeds zo kort. Ik heb zoveel spijt dat ik er zoveel af heb gehad. Of in ieder geval naar mijn idee is het dus heel kort.
Ja, er zit wel echt wel vanaf. Maar ik weet dus niet of ik het dadelijk nog even vast doe in de start. Of dat ik het nog even loslaat. Maar ik heb weer deze trui aan. Want ik hou van deze hoodie. Ik vind hem zo leuk. Van G's Louise dus op Vinted gekocht. Want G's Louise is niet meer een merk wat nu er is, zeg maar. Die zijn volgens mij gestopt een paar jaar terug. Dan heb ik mijn lievelings Mom Fit broek aan. Of White Leg is het trouwens. Geen Mom Fit. En ik heb weer mijn Oswego's aan. Dat zijn nu echt mijn nieuwe favoriete schoenen. Maar ik vind ze ook heel leuk zo bij deze outfit. Dat is de tas die ik meeneem. En ik heb hier de jas die ik meeneem. Ik ga namelijk even een keer weer voor een andere jas. Dan altijd mijn groene jas. Mijn groene puffer, want die draag ik altijd. Dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. Maar nu ga ik dus gewoon voor deze. Die komt van de Zara. Van ook echt al een paar jaar terug. Ik heb deze jas al best wel lang. Waar is dat logo? Oh, hier. Oh, ik dacht dat dat een grotere was. Nou. Dit is hem in ieder geval. Het is nu 9:10 en volgens mij gaat mijn bus om 9:30. Dus ik ga dat nog heel even checken en dan kan ik zo gaan. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga ook weer wat video's filmen, waaronder dus een boekenvlog. Maar ook een Passoki shoplog en een H&M shopping die wil ik gaan filmen. Want dat vind ik echt een van de leukste video's om te filmen in de stad. En vooral een Passoki shoplog, want ik ben ook op zoek naar wat nieuwe items ook voor werk en zo. Want ik heb niet heel veel basics bijvoorbeeld. Dus daar wil ik eventjes voor gaan kijken. Maar ja, dat ga ik vandaag filmen. Heel erg veel zin in. Het is ook echt lekker weer. Het zonnetje schijnt. Dus ik heb er helemaal zin in. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag, 2 februari, het is nu 9:30. Ik heb mezelf even klaargemaakt, mijn haar is weer een beetje vettig, dus ik heb het weer op een staart gedaan en ik vind nog steeds mijn haar kort, maar ik ga er niet meer over praten. Gisteren ben ik natuurlijk naar de stad gegaan en ik heb eigenlijk niks meer gefilmd toen ik weer thuis was van de stad. Ik heb uiteindelijk 2 video's gefilmd die ook wel heel erg leuk zijn geworden. Maar zoals ik al zei, ik heb dus niks meer gefilmd omdat ik, ja ik weet niet, gisteren was ik eventjes een beetje down of zo. Ik had nergens zin in. Ik heb gewoon de hele avond ook weer gelezen en heel veel YouTube en TikTok gekeken. Dat is niet echt heel goed, maar ik heb dus ook weer getekend. Ik heb dit boek 2 weken geleden of zo gekocht bij de Action. En waar is het? Oh, ben ik wel vooraan begonnen? Oh nee, grapje. Hihi. En ik heb dus getekend een mandala. Deze. Deze ziet er toch mooi uit. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. Maar dat heb ik gisteren dus gedaan terwijl ik ook wat Netflix heb gekeken. Ik was opnieuw begonnen aan Shadow and Bone. Ik heb dat al helemaal gezien, maar ik had gewoon zin om nog een keer te kijken. Dus ik ben eraan begonnen. Ik heb gewoon de eerste aflevering gekeken. Dus dat heb ik gisteren gedaan. Niet heel speciaals. Maar vandaag moet ik echt even weer een beetje productief zijn aan mijn YouTube. Ik heb namelijk alleen nog maar deze week een weekvlog gepost. Maar ik zit gewoon een beetje... Ik weet het niet. Ik had deze week helemaal geen zin om te editen. En dat is heel slecht. Ik weet het. Dus vandaar dat ik er vandaag wat aan ga doen. Maar ik heb alvast daar mijn pakketjes liggen. Ik ga namelijk een shoplog opnemen van de Bershka en de Stradivarius. Daar heb ik namelijk begin deze week geshopt. En dat is nu allemaal binnengekomen. Dus ik ben heel benieuwd naar de items. Dus vandaar dat ik mezelf net even heb klaargemaakt hier. Ik heb ook allemaal bankje daar staan. En mijn statief staat daar al ready. Dus ik ga nu even lekker filmen. Thumbnail maken, try on beelden, filmen. En dan ga ik ook gelijk die video helemaal editen en inplannen. Want ik denk dat ik die misschien wel vandaag gewoon al wil uploaden. Deze week komt ook een boekenvlog online. En we hebben nog maar 3 dagen deze week. Dus ik weet niet of ik 3 dagen achter elkaar ga uploaden. Of dat ik gewoon maar 2 video's ga uploaden. I don't know, daar moet ik nog even kijken. Maar ik heb gisteren natuurlijk dus ook die video's gefilmd. En die kan ik dus ook nog gaan editen. Dus dat ga ik vandaag gewoon lekker de hele dag doen. Gewoon lekker thuis editen en filmen. Dus daar ga ik nu lekker mee beginnen. Voordat ik ga filmen wil ik heel even snel met jullie iets unboxen. Wat ik echt al letterlijk een week nu op mijn kamer heb liggen.
Dat is namelijk dit. Ik heb dit gewoon zelf besteld trouwens. Dat wil ik alvast even gezegd hebben. Maar deze heb ik echt al... Dit had ik letterlijk in de eerste of de tweede week van januari besteld. Samen met Sienna. Zij had het besteld en het was bij haar binnengekomen. Maar zij woont natuurlijk in Nijmegen. Dus ik zie haar dus niet iedere dag of iedere week. Dus dit lag al een paar weken bij haar. En ik zag haar natuurlijk... Was dat afgelopen weekend? Volgens mij was dat afgelopen weekend. En toen had ze hem dus meegenomen. En ik ben zo benieuwd. Ik wil deze ook... Ik ga het gewoon eerst even uitpakken. Anders lul ik en dan hebben jullie geen idee waar ik het over heb. Zo. Hij is zo mooi. Oh my god. Het is namelijk een kalender. En je zal nu wel denken, Zenna, wat moet je hiermee? Maar deze vind ik zo leuk. Hij komt dus van Elnova. Wij zagen dit allebei op TikTok. En toen waren we helemaal verkocht. Dus hebben we het besteld. Volgens mij komt het uit Engeland, dacht ik. Maar het is dus een vision board calendar. En... Ja, we waren helemaal verkocht. Wij zagen dit en we zeiden tegen elkaar, dit moeten we hebben. Dus hebben we het besteld. Volgens mij was het iets van 20 euro voor dit ding. Maar het is zo mooi. Ik zal jullie eventjes de binnenkant laten zien. Ik kan dus helaas de maand januari al niet meer gaan gebruiken. Maar er staat ook where organization meets inspiration. Oeh, kijk even hoe mooi. Het is dus een kalender. Hier heb je leuk February. En dan staan er dus allemaal al plaatjes in. Dit hadden wij niet verwacht. Want wij dachten dat het gewoon zeg maar een lege kalender was. En dat je zelf de plaatjes hier kon plakken. Dus dat was even een beetje een bummer toen we daarachter kwamen. Maar Sienna heeft al zeg maar eigen plaatjes eroverheen geplakt. Dus dan kun je nog steeds gewoon je eigen vision board per maand doen. Dus je maandelijkse doelen kun je dan gewoon visualiseren hier. Dan kun je hier je goals neerschrijven. Dan kun je hier gewoon allemaal belangrijke dingen inplannen. Of gewoon verjaardagen of zo. Je kunt niet echt een to-do-lijstje maken. Maar je kunt dus wel gewoon verjaardagen of belangrijke afspraken erin zetten. Of wanneer je moet werken. Allemaal van dat soort dingen. En dan kun je hieronder nog schrijven February Affirmations. En dat heb je dus hier ook van januari. Er staan dus ook allemaal op plaatjes. Maar je kunt er dus gewoon overheen plakken. Zeg maar, heeft Sienna ook al gedaan. Dit is bijvoorbeeld weer de maand maart. Dan heb je hier de maand april. Oh, dan heb je echt mijn favoriet dadelijk. Dit is mei. Ook echt heel mooi. Ik vind alleen dit bijvoorbeeld dan weer niet echt heel leuk. Maar ja, je kunt er dus gewoon overheen plakken. Ik zal dadelijk ook de foto laten zien die Sienna heeft gebruikt. Ik denk dat dat wel mag van haar. Dit is juni. Die vind ik wel al leuker, want je komt gewoon hier weer helemaal in die zomersfeer. Oeh, dan krijgen we juli. Natuurlijk de maand waarin ik jarig ben. Dus die vind ik ook heel leuk. En augustus vind ik ook wel heel leuk trouwens. Deze. En ik zal trouwens ook even dit laten zien. Hoe dit eruit ziet. Kijk, monthly goals, de affirmations. En dan heb je hier gewoon de kalender. Dan gaan we door met september. Die ziet er zo uit. Oktober. En dan krijgen we de laatste twee maanden. November. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom er allemaal al fireworks, vuurwerk is. Want dat komt toch pas in december. Maar het zal wel. En dan hebben we hier december. Waar ik dit ding wil neer gaan hangen, geen idee. Want je kunt het dus neerhangen. Ik denk niet. Ik dacht eerst misschien dat ik het hier zo neer kon zetten. Maar ik weet niet of dat... Oh ja. Oh jongens, ik denk dat ik het gewoon zo doe. En dan natuurlijk gewoon open met de maand. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik zou namelijk niet weten waar ik het anders moet hangen. Misschien over mijn deur. Nee, nou dat past al niet. Ja, ik weet het dus niet. Maar daar moet ik nog heel even naar kijken. Maar ik vind hem wel heel leuk. Nou, hij komt dus van Elnova. Geen idee of ze hem nog verkopen, want het was gewoon een small business op TikTok. Maar ik vind hem heel leuk. Dus ik ga hier straks ook in beginnen. Dan ga ik lekker mijn goals opschrijven voor februari. Mijn vision board maken. Ik heb op Pinterest ook al een vision board gemaakt, zeg maar, met allemaal leuke plaatjes. Dus die kan ik dan dadelijk eventjes nog uitprinten en hier opplakken. Dus dat zal ik ook eventjes allemaal aan jullie laten zien. Maar ik vind hem heel leuk. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Oké jongens, ik zit zo erg even in een struggle. Ik voel me echt even heel kut. Gewoon niks werkt mee. En deze week heb ik dus alleen nog maar een weekvlog geüpload. Dus op maandag. Eigenlijk upload ik natuurlijk gewoon woensdags en zondags. En een extra video, dat is meestal een boekenvlog, komt op donderdag. Nou, dat ging helemaal mis. Ik had geen extra video voor woensdag. De boekenvlog was donderdags niet klaar. Het is nu vrijdag, hij is nog steeds niet klaar. Voor deze boekenvlog had ik echt superveel beelden. Ik had denk ik 2 à 3 uur aan beeldmateriaal. Dus dat was best veel om dat allemaal te knippen en zo. Maar dat heb ik nu gedaan. En nu is hij 23 minuten.
Maar nou kijk ik hem en dan denk ik echt van, oh nee, ik vind het zo niet leuk hoe ik dit heb gefilmd. Dit had ik zo anders voor me gezien. Maar ik heb dit gefilmd in mijn drukste week die ik vorige maand had, in januari. En het is gewoon een beetje all over the place. En dat is de boekenflow waarin ik A Court of Thorns and Roses heb gelezen. En hoe heet die nou? Throttled and Cruel Prince. Dat ik daaraan begonnen ben. Maar ik kijk hem nu en ik denk van, moet ik hem al uploaden? Maar dan heb ik dus weer geen video voor deze week nog extra, zondag. Oh, ik weet het niet. Ik word soms helemaal gek van mezelf. Het ging echt goed voordat ik ging beginnen met werken. Toen had ik echt goed vooruitgewerkt. Maar nu zit ik gewoon echt even helemaal... Oh, ik weet het, ik ben gewoon niet trots op die video's. En dan denk ik van, moet ik dat wel uploaden? Want dan denk ik, nee, want ik vind ze helemaal niet leuk. Ik heb ook vandaag een shoplog gefilmd. Ik kwam gewoon helemaal niet uit mijn woorden. Ik heb zo die video, ik heb gewoon 40 minuten aan beeldmateriaal. 20 minuten kon eraf, omdat ik gewoon de hele tijd iets verkeerd zei. Of dat het gewoon niet lekker liep. En thumbnail vind ik niet leuk. Want ik kreeg zo'n lelijke verzendzak van de Bershka. Dus dat is niet leuk voor de thumbnail. Dus toen moest ik iets anders verzinnen. En ik vind het zo verschrikkelijk. Ik voel mezelf ook echt heel erg, dat je niet zoveel energie hebt. Weet je wel, dat je echt zo, ik kan nu gewoon in bed liggen en dan kan ik gaan slapen. Oh, ik vind het echt heel kut hoe ik me nu voel. Ik had dit gisteren ook al, vandaar dat ik was gaan tekenen en gaan kleuren. Dat ik dacht van, nou, ik doe het morgen wel, maar dat denk ik de hele week al. De hele week heb ik uitstelgedrag en doe ik niet wat ik moet doen. En dan kan ik mezelf echt op mijn kop meppen. Dan denk ik van, zen en doe het gewoon. En ja... Nou heb ik weer een hele middag geëdit voor niks, want die video wil ik niet uploaden. Dus die ga ik waarschijnlijk ook niet uploaden. En dat vind ik gewoon super kut. Een hele goede avond. Het is vandaag al zondagavond. Het is 4 februari. Letterlijk nu precies 9:50. Dion is net naar huis en ik heb eventjes snel gedoucht en mijn kamer een beetje opgeruimd. Dit weekend hebben wij echt weer niet een heel speciaal weekend gehad. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien. Want alles wat wel speciaal is en wat een beetje leuk is, heb ik ook gefilmd. We hebben gisteren koekjes gebakken. Echt super lekkere koekjes. Die komen van de Hema. Die heb ik volgens mij in deze vlog ook laten zien. Dat was namelijk een cadeautje van mijn werk. Maar die waren echt super lekker. Die zijn ook ondertussen al op. Want iedereen bij ons thuis vond ze ook echt heel erg lekker. Dus echt een aanrader om die een keer te maken. Dus dat hebben we gedaan. En verder hebben we echt letterlijk alleen maar gewoon gechilled. Vandaag ook. Het was echt super regenachtig weer. Ook gisteren, maar ook vandaag. Dus we hebben gewoon lekker Videoland en zo gekeken. Maar... ik was helemaal vergeten, maar ik heb natuurlijk nog die kalender aan jullie laten zien. Waar ik dus, ja, mijn vision board kalender van Elnova. Waar ik dus mijn februari vision board wil maken. En ook mijn doelen allemaal wil opschrijven en zo. Dus ik denk, nou, dat ga ik nog even doen. Ja, ik vind niet alle foto's hiervan leuk die hierop staan. Dus misschien dat ik gewoon alles helemaal vol plak en dat je dit ook niet meer ziet. Maar ik weet nog niet precies hoe ik dit ga doen. Maar ik heb weer allemaal plaatjes uitgeknipt die passen bij de doelen die ik heb voor deze maand. Dus daar heb ik gewoon plaatjes van uitgeprint. Ik heb deze. En ik heb ook nog deze. Dus ik ga dit nog heel eventjes allemaal uitknippen. Ga ik dat hier opplakken. Deze kalender helemaal invullen. Zodat die voor deze maand gewoon helemaal is ingevuld. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, ik kom er echt even niet uit. Ik wil heel graag die vision board maken. Maar ik ben moe. Het lukt me gewoon niet meer, dus ik ga er gewoon mee stoppen en ik doe het wel in de volgende week vlog. Dan zien jullie het eindresultaat. Ik denk dat ik het morgen gewoon doe. Sowieso is het nu echt super irritant licht ook om te filmen. Dus nee, ik ga het gewoon lekker verplaatsen naar morgen en zien jullie gewoon het eindresultaat van het vision board, of de vision board calendar eigenlijk, in de volgende week vlog. Ik ga nu de rest van de avond gewoon voorbereiden op volgende week, want volgende week heb ik weer mijn drukke week, als in iedere dag eigenlijk werken. Ik heb 3 dagen in de week dat ik werk bij mijn werk, zeg maar, en 2 dagen dat ik moet poetsen en verder in
de avonduren natuurlijk YouTube. Dus het wordt weer een drukke week. Maar de week erop heb ik wel carnavalsvakantie. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik weet nog niet of wij iets gaan doen met carnaval. Misschien wel, misschien niet. Dat gaan we natuurlijk zien. Gaan jullie ook zien dan in de volgende week vlog. Want als we gaan, dan is dat natuurlijk al in het weekend van volgende week. Dus dat zien jullie dan allemaal. Ook ga ik nu nog eventjes filmen voor de boekenvlog. Want die komt voor jullie ook nog online. En ik moet deze week vlog ook editen. Want morgen heb ik dus de hele dag poetsen. En kan ik niet editen, behalve als ik weer thuis ben. En dat is rond 1:15 of zo. En dan is meestal de weekvlog natuurlijk al online. Dat is wel in ieder geval de bedoeling. Dus ik ga bij deze lekkere weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was weer een lekkere realistische week in mijn leven. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe zeker je duimpje omhoog. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!